Hallo allemaal en welkom bij de vijfde aflevering alweer van de Troost van Joost. Een speciale aflevering, want we gaan het deze aflevering helemaal anders doen. Ik heb namelijk de afgelopen vier afleveringen even teruggekeken en toen merkte ik dat het niet per se de troost van Joost was, dan wel de mening van Joost. En dat is niet erg. Maar voor deze vijfde aflevering dacht ik, ik kan wel wat meer de nadruk op de troost leggen. Dat zit zo. Uh, we zitten namelijk nog gewoon vol in de ellende. We hebben wel kort geleden iets meer vrijheden gekregen en dat is erg fijn. Uh, maar er zijn nog steeds heel veel mensen heel verdrietig. Omdat ze bijvoorbeeld niet kunnen doen wat ze willen doen of omdat ze bang zijn om ziek te worden. En uh, voor die mensen dacht ik kan ik wel iets meer troost bieden. Nou, hoe wilde ik dat gaan doen? Nou, ik dacht eerst: uh, wat uh, doen mensen in tijden van ellende? Dan uh, zingen ze of maken ze een. Smartlap. Uh, smartlappen brengen namelijk een hoop samenhorigheid en steun. En ook een, ook een zekere opluchting, want ze lopen dan wel verdrietig af. Maar als je zelf ook verdrietig bent, dan kan je daar toch een zekere gelijkgestemdheid in terugvinden. Maar, wat geeft nou speciaal hoop en troost? Dat is een kerstliedje. Het is geen kerst, maar we hebben wel enorme behoefte aan kerstliedjes. Dus dacht ik, ik maak speciaal voor deze coronacrisis een corona Kerst smart lab lied, uh, en dat is geworden het lied van de verdrietige dominee en zijn overleden vrouw Corona. Dat ga ik nu voor jullie zingen. De dominee zit voor zijn beeldbuis, maar er is niets op te zien. Papier met preek op het aanrecht, maar het is pas half tien. Om twaalf uur moet hij de dienst voorgaan, maar nu is het nog ijzig stil. De dominee kijkt naar een foto van zijn vrouw, overleden in april. O lieve corona, waar ben je nu toch heen? De kraan die blijft maar druppen, de wind giert om de huizen heen. O lieve Corona, ik heb een kerstboom opgezet, ik heb onbeten mijn pak gewassen, maar er is niemand die op mij let. Op de avond, voor de mis na een waterige decemberdag. Tast de hand van de dominee naar de jenever op de keukenkast. Hij schenkt beschroomd zijn eigen glas vol en dan nog een en dan nog. Met moeite trekt hij zijn zwarte jas aan, zijn sjaal vergeet hij zijn veters los. O lieve corona, waar ben je nu toch heen? De sneeuw valt op mijn rode wangen, de wind giert om de huizen heen. O lieve corona, ik heb een kerstboom opgezet. Ik heb ontbeten, mijn pak gewassen, maar er is niemand die op mij let. In de kerk branden de lichtjes, maar de gemeente staat op de stoep. Er komt een dominee aangestrompeld, zijn nette broek vol vieze troep. De mensen brengen hem naar binnen, een moeder helpt hem uit zijn jas. De bakker tilt hem op de preekstoel, papier met preek komt uit zijn tas. O lieve corona, waar ben je nu toch heen? De gemeente is zo lief gaan zitten. De wind giert om de preekstoel heen. O lieve corona, ik heb een kerstboom opgezet. Ik heb ontbeten, mijn pak gewassen, maar er is niemand die op mij let. De dominee spreekt over herders, van een grote glazen koe. Over het kindje in de kribbe, en als je stout bent met de roe. Maar niemand wijst hem op zijn hikken. Vol aandacht knikken ze hem toe. En als hij klaar is, loopt hij de trap af. Hij struikelt, landt met zijn hoofd op de tegelvloer. O lieve Corona, waar ben je nu toch heen? De kraan die blijft maar druppen. De wind giert om de huizen heen. O lieve corona, ik heb een kerstboom opgezet. Ik heb ontbeten, mijn pak gewassen. Maar er is niemand die op mij let.